Nou, wat zegt de kettingregel? Als ik een ketting van functies heb, oftewel ik heb een functie fx, en dat is de g van h van x, dan kan ik de afgeleide bepalen. Door de afgeleide te bepalen van de buitenste functie. Nou, wat is binnenste en wat is buitenste? Nou, met binnenste functie bedoel ik altijd het eerste wat je doet. En met buitenste functie bedoel ik het laatste wat je doet. Het eerste wat je doet, dat is, als ik je een bepaalde x geef, de h van x uitrekenen. Dus dat noem ik de binnenste functie. Dus dit is de binnenste functie. Nou, daarna ga je dat antwoord in de formule van g invullen. Dus dit noem ik de buitenste functie. De kettingregel die zegt, ik moet altijd de buitenste functie differentiëren. Nou, de buitenste functie, dat wordt dus de g-accent van hx. En dan moet ik dat vermenigvuldigen met de afgeleide van de binnenste functie. Dus dit is de kettingregel. Nou, dan gaan we met drie voorbeelden aan de slag. Nou, het eerste voorbeeld. Fx is de wortel van 2x plus 3. Om duidelijk te maken wat hier de binnenste en wat de buitenste functie is, ga ik een substitutie doen. Ik kan hier zeggen, de wortel van 2x plus 3, dat is hetzelfde als de wortel van u. Zolang ik u maar definieer als 2x plus 3. Nou, bedenk even, wat ga je als eerste doen als ik jou een x geef? Nou, als ik jou een x geef, ga je die als eerste op deze plek invullen. Dan doe je het daarna keer 2. Dan doe je plus 3. En op het moment dat je dat hebt, dan heb je de u uitgerekend. En wat ga je met die u doen? Die ga je hier invullen. En dan ga je de wortel uitrekenen. Dus de wortel, dat is de buitenste functie. Want dat is eigenlijk het laatste wat ik doe. En wat is de binnenste functie? Nou, dat is dit stuk hier, dat is die 2x plus 3. Dus dat is het binnenste stuk. Nou, de kettingregel die zegt, ik moet eigenlijk de buitenste functie differentiëren. En ik zal het hier eventjes opschrijven. Zorg dat je deze standaard afgeleide uit je hoofd kent. Als je hebt y is wortel x, dan geldt het afgeleide y-accent gelijk is aan 1 gedeeld door 2 keer de wortel van x. En dat kun je ook doen door dit te schrijven als x tot de mag een half. De afgeleide wordt dan een half keer x tot de mag min een half. En als je dat omschrijft, zul je uiteindelijk hierop uitkomen. Heb ik ook in een andere video toegelicht, hè, maar dit ga ik nu gebruiken, deze standaard afgeleide. Nou, de wortel van 2x plus 3, als ik dat differentieer, dan krijg je dus, soortgelijk als wat ik daar in het blauwe heb opgeschreven, 1 gedeeld door 2 keer de wortel van x. Maar op de plek van de x moet ik nu die 2x plus 3 schrijven. Ja, dus houd in je achterhoofd, als hier een x staat, dan had hier ook een x gestaan, maar staat er nu 2x plus 3 of iets anders onder die wortel, dan moet je dat overnemen. En de kettingregel die zegt, ik moet ook nog gaan differentiëren met de afgeleide van de binnenste functie. Nou, ik heb hem hier even apart opgeschreven. De binnenste functie is eigenlijk de functie u, is 2x plus 3. En de afgeleide daarvan is gelijk aan 2. Nou, dat kan ik samenvoegen. Ik kan hiervan maken, gedeeld door 1. Dan krijg je teller keer teller is 2. En noemer keer noemer, dat blijft dan gewoon 2 keer de wortel van 2x plus 3. Nou, dan kan ik en de teller door 2 delen en de noemer door 2 delen. En dan heb ik hem zo ver mogelijk vereenvoudigd. Dit heeft dus als afgeleide 1 gedeeld door de wortel van 2x plus 3. Dan gaan we naar het tweede voorbeeld. Het tweede voorbeeld is gx is 3 keer tussen haakjes 5x min 6 tot de macht 2 derde. Nou, welke regel ga ik nu gebruiken? Nou, je moet de kettingregel met name in deze situaties kennen. Stel, ik heb een functie fx, en dat is c keer ax plus b tot de macht n. Waar is de afgeleide dan gelijk aan? Nou, je moet ook al bedenken, wat is de buitenste functie en wat is de binnenste functie? Nou, de binnenste functie ga ik hier even aangeven, dat is dit stukje hier. Soortgelijk als dat het net die 2x plus 3 was. Dus ik ga eerst de buitenste functie differentiëren. Nou, als ik de buitenste functie differentiëer, doe dan net alsof hier een andere letter staat. Dat die bijvoorbeeld u staat. Je mag ook, voor het gemak kunnen we ook even zeggen, wat als hier een x staat, wat wordt dan de afgeleide? Dus dan kun je in je achterhoofd houden, wat als hier staat c keer x tot de macht n. Nou, wat is de afgeleide van c keer x tot de macht n? Nou, dat is n keer c keer x tot de macht n min 1. Dus dat is wat ik hier ga doen. Nou, dan krijg je dus n keer c.
Nou, de x moet ik nu vervangen door ax plus b, want dat is wat op die plek staat, tot de macht n min 1. Het enige waar je nu ook nog rekening mee moet houden is, nou, er staat geen x, maar er staat ax plus b. Het is dus een kettingfunctie. En dat betekent dat ik ook nog moet vermenigvuldigen met de afgeleide van de binnenste functie. Nou, wat is de afgeleide van de binnenste functie hier? De afgeleide van ax plus b is gewoon gelijk aan a. Nou, wat doe ik zelf altijd? Ja, als ik dit soort functies heb, dan begin ik eigenlijk altijd met de a. Dan kan ik de kettingregel niet meer vergeten. Dan doe ik vermenigvuldiging met de exponent. Dan met het losse getalletje dat er staat. En dan krijg je ax plus b. En dit moet je dan verheffen tot de macht n min 1. Dus dit is eigenlijk een speciaal geval van de kettingregel. En dat kan ik eigenlijk precies gaan gebruiken bij voorbeeld 2. Nou, als ik dus die onderste regel gebruik, dan zie ik dus, oké, dit is die kettingfunctie. Dan ga ik dus beginnen met de kettingregel. Ik ga vermenigvuldigen met 5, de afgeleide van de binnenste functie. Nou, dan doe ik vermenigvuldigen met de exponent, 2 derde, keer 3. En dan krijg je 5x min 6. En dat verhef ik tot de macht 2 derde min 1. Nou, 2 derde min 1, dat is min 1 derde. Nou, dat kan ik nog samenvoegen. Hè? 2 derde keer 3. Nou, 2 gedeeld door 3 en keer 3, die heffen elkaar op. Dus dat is gewoon 2. En 5 keer 2 is 10. Dus je krijgt hier 10 keer 5x min 6 tot de macht min 1 derde. Bij het differentiëren moet je altijd opletten. Op het moment dat in de oorspronkelijke functie geen negatieve exponenten voorkomen, dan zou ik dat bij de eindfunctie ook niet laten staan. Dat is de afspraak die we hebben gemaakt. Je ziet namelijk dat er hier een minnetje staat. Dus dit is een gebroken exponent, terwijl bij de beginfunctie staat 2 derde zonder een minnetje. Nou, hoe werk ik dat weer weg? Door te bedenken, als ik een macht met een negatieve exponent heb, dan is dat 1 gedeeld door die macht. En dus dan krijg je 1 gedeeld door die macht en dan moet ik het minnetje weglaten. Dus dit wordt 5x min 6 tot de macht 1 derde. Nou, er is ook nog een afspraak dat als bij de oorspronkelijke functie geen gebroken exponent voorkomt, je dat uiteindelijk bij de afgeleide ook niet mag laten staan. Nou, bij de oorspronkelijke functie heb je wel een breuk, dus dit zou gewoon het eindantwoord mogen zijn. Nou, maar stel, je moet nu ook die gebroken exponent wegwerken, wil ik je toch laten zien. Dan krijg je 10 keer 1 gedeeld door, nou, tot de macht 1 derde is hetzelfde als de derde machtswortel. Dus dan zou je dit krijgen. En je kunt natuurlijk ook het beste zeggen, ik zal het even zo weghalen, die 10, die kun je natuurlijk het beste hier, hè, want ik kan ervan maken, gedeeld door 1 krijg je teller keer teller, gedeeld door noemer keer noemer. Dus dit wordt het eindantwoord als je en geen negatieve en geen gebroken exponenten laat staan. Nou, gaan we naar het derde voorbeeld. Hx is tussen haakjes 3x min 1 keer de wortel van 3x min 1. Nou, ik ga dit eerst handig omschrijven en je ziet dat ik dus ook nog niet begin met h-accent. Doe dat pas zodra je ook echt kunt differentiëren. Ik kan hier namelijk van maken 3x min 1 en je ziet daar nog een keer 3x min 1 staan. En een wortel, weet je als het goed is, kunnen we ook schrijven als een macht. Namelijk tot de macht een half. Nou, dan staat hier eigenlijk 1. En als ik twee machten met elkaar vermenigvuldig en de grondtallen zijn gelijk aan elkaar, dan mag ik de exponenten optellen. Dus dit wordt 3x min 1 tot de macht 1 plus een half, oftewel anderhalf. Nou, en dan staat hij weer in de vorm waarbij ik de afgeleide kan bepalen. Ik ga weer beginnen met de kettingregel. De kettingregel zegt ik moet keer 3 doen, want dat is de afgeleide van de binnenste functie. Dan vermenigvuldig ik met de exponent. Dat wat tussen de haakjes staat, dat neem ik gewoon over. En de exponent zelf wordt dan eentje minder, dus dit wordt een half. Dus dit wordt 4 en een half. En die tot de macht een half kan ik weer terugschrijven als de wortel van 3x min 1. Dus zo kun jij effectief oefenen, zo kun je effectief de kettingregel gebruiken. Nou, hopelijk vond je dit een goede video. Abonneer je dan op mijn kanaal, dan blijf je altijd op de hoogte van de laatste video's.